Hallo, mijn naam is Els en ik ben collectiebeheerder van het Red Star Line Museum. In een reeks korte verhalen stel ik jullie graag enkele bijzondere stukken uit onze collectie voor. Zo vertelde ik al eerder over Elias Sanders, de vader van Bernie, Charles Roman en de vliegende pastoor Jan-Baptiste Keulemans. Drie bijzondere verhalen over drie bijzondere mannen. Daarom maak ik deze keer een diepe sprong in onze verhalenzee om eens een speciale vrouw op te vissen. Alle mensen waarover ik vertel zijn migranten die zelf ook een sprong in het onbekende waagden, op zoek naar een ander of een beter leven. Wanneer families migreren, is het dikwijls eerst de man die de overtocht maakt. Hij vertrekt, hij zoekt werk en als alles goed gaat, laat hij zijn gezin overkomen. Dat was vroeger zo en het is nu vaak niet anders. Ik ging op zoek naar een straffe vrouw en dat is met Rose Pesotta zeker gelukt. Laat je niet misleiden door haar liefdallige naam, want ze is een anarchiste die met de Red Star Line meereisde. Net als veel andere migranten neemt Rose in haar nieuwe land een nieuwe naam aan. Eigenlijk heet ze Rachel Pesotti. Ze werd in 1896 geboren in een middenklasse Joods gezin in Oekraïne. Al redelijk vroeg kwam zij in contact met het anarchistische ideeëngoed. Bakunin en Kropotkin zijn zo twee van die beroemde Russische anarchisten van die tijd. Trouwens ziet Rachel niet zitten en dus vlucht ze maar naar New York. Ze scheept in op de Finland van de Red Star Line rederij. Onder leiding van kapitein Barman vertrekt het schip in Antwerpen op 15 november 1913 en komt 11 dagen later toe in New York. Wat zou ik graag eens een foto terugvinden van deze toenmalige 17-jarige jonge vrouw. Ik kan het me zo voorstellen, hoe ze op het dek zit of hevig discussieert in de ontspanningsruimte met medepassagiers. Zou ze soms de familie Buysen zijn tegengekomen op het dek, die meereizen in derde klasse? Geen idee. Ik staar gespannen naar een paar foto's van de Finland. Ik zoek naar een spoor. Zie ik daar iets? Nee, ik zal het moeten hebben van mijn verbeelding. Rose gaat in New York aan de slag als arbeidster in de textielsector en engageert zich al snel in de vakbond. Heel haar leven zet ze zich in voor de rechten van de textielarbeidster en staat ze bekend als feministe en anarchiste. Misschien moet ik haar memoires eens lezen. Het eerste hoofdstuk in een van haar boeken is getiteld Fly to the West. Dat belooft al veel goeds en wie weet vind ik daar nog wel meer informatie terug over haar trip met de Finland. We weten van Rose dat ze buitenshuis gaat werken in een textielfabriek. Maar hoe zit het nu met de andere vrouwen die gemigreerd zijn? We weten niet hoeveel daarvan ging gaan werken en hoeveel er thuis bleven. Maar dat is zeker eens een onderzoek waard. De meeste foto's van vrouwen in onze collectie tonen de vrouw in een traditioneel rollenpatroon. Ze poseren als moeder met hun kinderen. Ze staan voor de voordeur van het nieuwe huis of ze poseren naast de nieuwe auto. Als ze in de landbouw zitten, zie je wel eens foto's van vrouwen die meewerken op het veld. We zien ook veel portretten van koppeltjes, jong en pas getrouwd, of al wat oudere echtparen, wijzer en meer gesetteld. Als alles goed gaat in Amerika, krijgen ze een betere levensstandaard en schrijven ze in brieven over allerlei nieuwe zaken die ze daar hebben en ook gekocht hebben, maar die ze toen in België toch helemaal niet kenden. Ze sturen foto's op naar huis waarop ze poseren bij hun nieuwe ijskast, wasmachine of een nieuwe keuken. Of ze dragen moderne jurken met bijhorende schoenen en een opvallende hoed. Dat zal misschien sommige familieleden in het thuisland wel eens de ogen hebben uitgestoken. In België komt de consumptiegolf pas veel later op gang, in de jaren 50 en 60. Ik ken nog goed de verhalen over mijn grootvader die voor mijn grootmoeder begin jaren 60 een supermoderne wasmachine kocht. Alle vrouwen uit de buurt kwamen op bezoek om, nippend van een koffie, bijna gehypnotiseerd naar die draaiende was te komen kijken. En dat terwijl ze ook nog eens live commentaar gaven. Maar wat zouden die migrantenvrouwen nu zelf gedacht hebben van hun nieuwe leven? En wat veranderde er voor hen? Werden ze bijvoorbeeld geëmancipeerder en onafhankelijker in Amerika? Botste de American Way of Life met hun Vlaamse en katholieke gezinswaarden die ze kenden van thuis? Raakten ze daardoor soms in conflict met hun man of hun omgeving? Of bleef alles gewoon bij het oude? Had ik maar een teletijdsmachine die me flitste naar de tijd van toen.
Ik wens jullie nog een leuke dag toe en misschien zijn jullie nu zelf nieuwsgierig geworden naar de verhalen van jullie moeders, grootmoeders of overgrootmoeders. Wat hebben zij allemaal uitgespookt tijdens hun leven?